Kijk, daar zijn we. Hey, een leuk, lief Pikachu plaatje. De chat is wel heel klein, hè? Heel klein. Ik denk dat jullie niet eens zelf de chat mee kunnen lezen op deze manier. Ik ga proberen die wat groter te zetten voor jullie. Even kijken. Misschien dat ik die dan gewoon eventjes naar hier verplaats. Ja, doen we het gewoon zo. Toch? Even kijken hoor. Hoe kan ik dit het beste doen? Hoe kan ik dit nou het beste fixen zonder dat jullie mijn gezicht gaan upfucken of weet ik veel wat? Nou ja, we zien wel hoe het allemaal loopt. Ik zet hem eventjes hier neer. En dan... Oh! Wat gebeurde daar? Ik weet het niet. Ik zet hem voor nu eventjes hier neer. En dan zien we het allemaal wel. Zoiets. Komt vast goed. Mensen. Een Pokémon. Ja toch. Kun je zeg maar joinen via je Nintendo 3DS? Nee. Volgens mij niet. Volgens mij kan je niet joinen. Trouwens, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Goed mensen, ik ga het jullie heel eventjes uitleggen. Een Pokémon Nuzlocke. Een Pokémon Nuzlocke is eigenlijk Pokémon normaal, maar een beetje eigen regeltjes toevoegen. Zodra een Pokémon namelijk fainted is, je weet namelijk dat een Pokémon altijd bewusteloos raakt als die op 0 HP zit. En dan ga je naar het Pokécenter. Hey, hij leeft weer. Nou, in dit geval dus niet. Als wij een Pokémon hebben die faint, dan is die dood. Gewoon vermoord. Dan stopt het gewoon voor hem. En dat is natuurlijk heel erg triest, want we willen ons team alive houden. Ik ga de Pokémon's namen geven van mensen uit de chat. Dus klets gezellig mee. En geef die naamsuggesties zo meteen. Ik ga zo meteen eens even kijken wie er allemaal zijn. En welke regels zijn er nog meer? Je mag alleen de allereerste Pokémon vangen die je tegenkomt in een route. Als je die vermoordt, als je daarvoor wegrent, mag je daar niks meer vangen. Dus dat is best wel een dingetje. De challenge start trouwens pas op het moment dat wij Pokéballs hebben. Want anders heb je die eerste fight in het begin. En als je daar al doodgaat, ja, dan is dat een beetje jammer natuurlijk. Dus we starten pas zodra wij onze Pokéballs hebben. Dan weten jullie dat. En we gaan er gewoon een feestje van maken. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga zeg maar hier zo mijn DS erbij pakken. En dan gaan wij gewoon beginnen. Als het goed is, press start. Ja, dat is toch gewoon A. Dat dacht ik ook. Ik moet natuurlijk wel een nieuw game doen. Want ik heb deze game al een keer opgestart. Waar is nieuw game? Waar is nieuw game? Huh? Wat? Jongens. Wat is dit nou weer? Wat gebeurt hier nou weer in de... Jongens. Ik wil gewoon dat jij hier gaat staan. Houdoe en bedankt. Heel graag. En ik geef jou expres een mooie groene kleur. Zodat je zeg maar niet juist dat laat zien. Wat is dit nou weer? Jongens. Deze kleur. Chroma key, alsjeblieft. Anders had ik net zo goed mijn background fel groen kunnen maken. Jongens. Werk nou eens even mee. Ik wil zo graag livestreamen. Dankjewel. Zo. Dat zou beter moeten zijn. Jongens, help me eens even hier zo. Hoe start ik een nieuw game? Hoe is het nou? Ja, het gaat allemaal niet vlekkeloos, dames en heren. Het gaat allemaal weer niet vlekkeloos. Het is weer op z'n dooms vandaag. Heb ik het woord Pokémons uitgesproken? Dat meen je niet. Weer al? Sorry guys. Kijk, daarvoor hebben we dus deze command. Hartstikke blij mee. Maar ik moet dus even achterhalen hoe ik een nieuw game start. Wat is dit nou weer? Oh. Moet ik het nou echt gaan opzoeken? Nou jongens, ik hoop dat jullie naar je zin hebben hoor. Want dit is weer één groot drama natuurlijk. Oh jongens. Oh. How to start? Oh, er zijn meer mensen met de vraag. Ik ben niet de enige, oké? Okay? How to start a new game? Huh? Vertel het eens even.
Up, B en X. Wat is dit nou weer? Oh. En toen? En dan? Wat? Ja! Delete! Ja! Ja, delete! Jongens, deze tips werken gewoon op Google. Google is je beste vriend. Wisten jullie dat? Wat ben je wit? That's so racist, bro. That is so racist. That is so racist. Spacevogel, please don't judge me. Engels, alsjeblieft, begin game. Dankjewel. Gaan we dan eindelijk beginnen? En gaat die fucking scène nou eens stoppen met verschuiven? Wat is dit nou weer? Stop nou toch eens met verschuiven. Dat vraagt toch niemand om? Of wel? Nee. Niemand vraagt of jij alsjeblieft we gaan verschuiven. Doe het dan ook niet. Onze dank is groot. Ojojojojoj. Goed, mensen. Welkom. Mijn naam is Kevin. En ik ben de meest waardeloze streamer in de geschiedenis van Twitch. God. Iemand zit gewoon met mij te pranken ofzo hoor. Dat kan toch niet? Tjonge, jonge. Alles is kapot. Ja, ik snap er ook niks van. Ik heb mijn handen niet op mijn toetsenbord, niet op mijn muis. Maar die scène, die besluit gewoon, ik ga gewoon ergens anders staan. Het gaat toch nergens over? Tot hoe laat ga je live? Totdat het gezellig is. Totdat iedereen vertrokken is en zegt, ik ben nog maar zo jong, ik moet slapen van mijn mama. Snap je? Goed. We zitten in de vrachtwaggel en we gaan onderweg naar huis. En we gaan natuurlijk de wonderenwereld van Pokémon betreden. En daarvoor hebben we zo meteen natuurlijk onze professor Birch. En die gaat ons onze eerste Pokémon geven. En ik ga jullie laten stemmen welke dat gaat worden. En hoe die gaat heten. En zodra we dan Pokéballs hebben, dan start ons Nuzlocke-avontuur. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Hallo, waarom geen Pokémon Sun of Moon? Omdat ik die nog niet eens normaal heb uitgespeeld. Dus ik wil een Nuzlocke doen in een game die ik een beetje ken. Waarvan ik weet, oh, hier komt een battle aan. Hier kan ik wat verwachten. Dus in Alpha, Sapphire. Ja, ja. En leuk dat je trouwens kijkt, Erikossi. Gezelligheid, hoor. Erikossi is er gewoon bij. Smurf is er ook bij. Hallo daar. Is het gewoon de enige echte die ik denk dat het is? Waarschijnlijk wel. Ik moet morgen 7:30 opstaan en probeer de rest niet wakker te maken. Nou, Iris, dat is helemaal mooi. Wij zijn natuurlijk een jongetje. Laatste keer dat ik checkte was ik nog een jongetje. Dus laten we dat voornamelijk doen. Hey Sandra, leuk dat je erbij bent. Gezellig dat je er bent. Sophie, wanneer je programma zo fucked up is, dat je... God. Ik snap niet waarom die dit doet. Ik snap het echt niet. Wat de hel gebeurt er? Wat is je naam? Ja, jongens, ik denk dat we maar één naam kunnen hebben in deze game. En dat is gewoon... Faler. Faler is onze naam. Jazeker. Faler. Wil alsjeblieft die game... Nee! Is het iets wat ik doe ofzo? Zit ik verkeerd? Kijk ik verkeerd naar je? Fucking programma. Nee! Jongens, echt. Dit is echt zo'n stream die in de compilaties van domste momenten komt. So you are Faler. Yes, I am Faler. Thank you so much. My name is Faler. What is your name? Gaat wel goed hoor. Ik ben lekker aan het tekenen. En ik faal. Nou, dan zijn we niet de enige Faler hier zo. Fantastisch. Wat is het leven toch fijn hè, Elene? Je mag lekker weer gaan werken, Sophie. Ah. Jongens, jullie pesten elkaar. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat is toch niet lief? Tjonge, jonge. Ik vind de muziek wel chill. Ik moet natuurlijk wel een beetje zo blijven zitten. Maar misschien is het omdat ik mijn muis aanraak. Misschien dat mijn muis wel zegt... Ja, ik ga gewoon een venstertje meters opzij zitten. Ik ga gewoon zo zitten. Had een failure gedaan. Dit triggert me. Sorry, Rivka. En sorry, scherm, maar je moet toch echt hier blijven staan. Ja. Enige wat ik vraag aan jou vandaag, is of je daar wil blijven staan. Zou je dat kunnen doen voor mij? Bedankt. Goed, we zitten in de vrachtwagen. Volgens mij zitten niks meer in de dozen.
Dus we gaan gewoon naar buiten, ja? Naar buiten toe, ja? Yes, nu gaan we samen falen. Ja, dat is wel een beetje... Jongens. Wat? Het is toch niet leuk meer? Ja, nee, nu ga je uit jezelf terug. Nee, echt leuk. Goed bezig. Mam, kom ons helpen alsjeblieft. Roep ons. Oh. Dan ging je scherm. Ja, ik weet ook niet wat er is. Het is echt verschrikkelijk. Ik snap er geen reet van. Het is zo raar. Het scherm heeft zijn eigen wil. Ja, ik snap echt niet wat er aan de hand is met mijn fucking scherm. Hoezo bedenkt hij dat hij zichzelf mag gaan verzetten? Dat klopt er niet. Klopt niks van. Maar goed. Aniek, hallo trouwens. Ik had je nog niet gezien in de chat. Welkom bij de stream. Leuk dat je er bent. Als mijn moeder binnenkomt, ben ik dood. Rivka, ik ben zo blij dat jij, zeg maar, je leven riskeert om deze stream te kijken. Daar ben ik echt blij mee. Eens even kijken. Hoe laat is het? Hoe laat is het? We moeten de tijd instellen. Nou, is het een digitale klok of is het een klok met wijzers? Oh, ik heb de klok schijnbaar al gezet. Naar half 1. Het is 11:30, idioot. Mijn poppetje kan niet eens klok kijken. Het is... Oh, jongens. Dit vrolijkt me zeker op. Sabine, dat is goed om te horen. Try for you die. Hi Kevin, welkom bij de stream. Leuk dat je aan het kijken bent. Wie bedenkt er ook om nu te streamen? Ja, sorry. Mijn leven is op dit moment gewoon rond 3 uur 's middags opstaan. En om 5 uur 's nachts naar bed. Dus het is gewoon een drama. Thai Styles. Sorry. Thai natuurlijk. Ik ben voor het eerst bij een stream bij jou. Nou, dat is goed om te horen. Ik ben blij dat je erbij bent. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. En dat mijn scherm het blijft doen. Dat zou heel fijn zijn. En welkom. Veel plezier. Tot hoe laat stream? Dat weet ik nog niet. Totdat we het beu zijn, dames en heren. Totdat wij het... Wat ga je nou zitten, idioot? We gaan naar buiten. Het gaat helemaal nergens over. Volgens mij moeten wij naar dit meisje. Hier woont een meisje. En we gaan Netflix en chill gewoon haar slaapkamer binnenlopen. Sabine, dankjewel voor je host. Waarom staat de... donatieding samen met de chat. Dat is natuurlijk niet helemaal spang. Oh, wacht even. Donaties? Ja, iets kleiner. Iets kleiner. Zetten we hem eventjes hier. Zo. Ja, dat is prima hoor, zo. Ja, dat is helemaal goed. Goed, die moeder zegt gewoon, mijn dochter is boven. Je bent nieuw hier. Je bent hier nog nooit geweest. Ga gewoon lekker naar mijn dochter toe. Gewoon doen. Thai, thanks for your follow. Thanks for your follow. En mijn scherm denkt weer... Misschien gaat hij weer uit zichzelf terug. Zullen we er gewoon op hopen? Want ik blijf maar slepen. Misschien dat hij wel gewoon uit zichzelf terug gaat. Kijk! Hij gaat gewoon uit... Geen idee waarom, jongens. Maar hij zegt gewoon af en toe... ja. Kutscherm. Ik hou niet van Pokémon. Nou, Robin... Je hoeft ook niet te kijken. Maar ik hoop dat je het wel gewoon gezellig vindt. You drunk? Ik ben niet drunk. Ik ben aan de appelsap. Echt heel naar dit. Penetreren. Rivka, wat is dit nou weer? Jammer, ik wil graag naar jouw stream kijken. Ja, maar je mag ook blijven, Robin. Dat mag ook gewoon. Alleen ja, het is wel Pokémon vandaag. En dat is natuurlijk dan wel even... Smurf, dankjewel voor je follow. Veel plezier bij de stream. Heel raar als je aan het tekenen bent en dit geluid hoort. Ik kan ook de Goofy lachen. Kennen jullie Goofy? Waarschijnlijk niet uit tekenfilms of zo, maar misschien wel gewoon van random. Goofy is zeg maar de Mattie van Mickey Mouse. En die heeft zo'n lach, die gaat zo van... Gosh. Die kan ik ook. Ja, daar ben ik heel trots op trouwens. Hollands Got Talent wilde me niet in de show laten met dit talent. Maar ik wilde het dan toch even hier laten zien, snap je? um,
In de Mickey Mouse Clubhouse. Oh, natuurlijk. Daar zat hij ook in. Ja, dat was 3D animatie natuurlijk. Dat was geen tekenfilm. Er is iemand aan het schreeuwen daar. Kun je anders even gaan kijken? Ja, dat kan ik wel. We gaan even kijken. Help me. Help. Help me. Kevin, het vologgeluid staat nog uit. Ja, dat klopt. Maar ik ben bang dat er anders weer een follow train komt. En dan zijn we weer fucked. Dus ik laat hem even uitstaan voor nu. Soms vraag ik me af waarom ik eigenlijk fan ben. Dat zijn jullie toch al lang niet meer. Jullie zijn nu toch gewoon kijkers. Iedereen kent toch Goofy wel? Ja, nee, ja, wist ik veel. Deze man, er staat gewoon een puppy voor hem. Die puppy wil waarschijnlijk een eye over de bol. Of meneer Birch heeft een koekje in zijn tas zitten. In zijn jas zitten. En dat is het enige. Dat hondje gaat hem echt niet zijn dikker afbijten ofzo. Maar hij wil toch onze hulp. Dus wij gaan nu een Pokémon uit de tas halen. En ik wil jullie eigenlijk vragen welke het gaat worden. En dan ga ik gewoon kijken welke ik het meeste in de chat zie staan. Wordt het namelijk Torchic, het vuurvogeltje? Wordt het Mudkip, de waterbeest? Of Trico, de grassalamander? Jullie mogen het laten weten. Trico, Torchic of Mudkip? Dames en heren, en waarom staat mijn scherm weer daar? Jullie zien namelijk Trico helemaal niet. Of wel? Ja, oké, je kan Trico wel zien. Goed zo. Maar scherm, kom eens terug. Hè? Of gaan we weer een spelletje spelen? Hè? Hè? Ah. Ik zie Trico 1 keer. Mudkip 3 keer. Torchic 1 keer. En de grassalamander. Geef Siffy nog een kans. Aha. En ik zie meerdere keren Trico, meerdere keren Mudkip. Nog een keer Trico. Dus ik denk dat het Trico wordt. Die zie ik het meeste staan, toch? 1 en 2, 3. Oei, nee, ik zie meer Mudkip staan. Ja, het wordt toch Mudkip. Het wordt toch Mudkip, jongens. Mudkip. Jij bent onze Mattie. We hebben gekozen. Scherm. Bitch, please. Jongens, ik heb allemaal muziekjes klaargezet. We zitten in een fight. Oh my god. Oh my god, we zitten in een fight. Het is zo spannend. Zo, ik switch van muziek. Het is next level, deze livestream. Waterpistool kunnen we al. Dus die gaan we natuurlijk ook gebruiken. Het zou fijn zijn als ik nu toch even het scherm ga verzetten, denk ik. Dus dat ga ik dan ook doen. Super. En dan kunnen jullie ook meegenieten van de stream. Waarom heet die kip? Dat is echt een autistische bever. Ja, ik weet het, Rivka. Het is geen kip. Maar Torchic zou meer een kip zijn. Maar helaas. Goed, we hebben de Puccinia. Puccinia. Sorry, ik zeg altijd de naam verkeerd. Ik zeg altijd Puccinia of zo. Maar het is Puccinia. We hebben hem verslagen. Oh, dan kunnen we weer terug naar de rustige Follow Me muziek natuurlijk. Want we hebben de battle verslagen. Super. Ja, nou, ik ben weer geswitcht van muziek. Het is fantastisch, deze stream. En waarom het scherm nou weer in 1 keer naar die kant gaat, we hebben allemaal geen idee. Maar het is een fantastische beuk. We hebben er maar lol mee, hè? We kunnen er een beetje om lachen, dus dat is fijn. Het gaat de helft van de stream op verneuken, maar dat maakt niet uit. Goed, hij gaat terug naar zijn lab. Dat betekent dat wij waarschijnlijk meegaan en dan krijgen we die Mudkip en dan mogen we hem ook een naam geven. Noem hem Poeta. Of Hia de Poeta. Huh? Maar deze mogen we nog niet vangen. Wow, net Marnik. Wat? Wat is er? What's happening? Huh? Huh? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Faler heeft de Mudkip gekregen. Goed, jongens, drop even een nickname in de chat. Welke naam moet deze Mudkip krijgen? Is het jouw naam of heb je een hele andere naam? Zoals Rivka, die had autistische bever. Ik denk niet dat het past, maar drop eens wat namen. Dan kunnen we gewoon eens kijken wat het gaat worden natuurlijk. Hey jij, wat vind jij van Doe Maar? Van Doe Maar de band? Ik ken niet echt hun liedjes of zo, maar het is op zich wel oké. Er stond net no signal in je scherm. Ik denk dat je scherm daardoor reset en daardoor andere positie inneemt. Echt? Dit could be it. Wel raar.
Even kijken. Ik zie Mucky, ik zie Kip Nugget, ik zie Kip Nugget, ik zie Sabine, ik zie Kip Shit, paard. Rivka's optie is nice. Noem hem Ella, want ze is jarig vandaag. Oh ja, dat is wel waar natuurlijk. Ella is op dezelfde dag jarig als ik. Dus Ella is er niet, volgens mij. Maar ik noem deze Mudkip mannetje. Ella. Nee, het is wel een mannetje. Weet je. Ellard. Ellard. Ik weet niet of dat een mannennaam is, maar vanaf nu wel. Noem je kind nooit Ellard, alsjeblieft niet. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam 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 pam. Goed, we hebben de Mudkip gekregen. Nu is het zo dat wij moeten gaan... Wat? Ja, tuurlijk, we gaan wel. Zijn dochter, of nichtje, of in ieder geval... Dat kind dat related is aan hem. Die is aan het einde van route 103. Dus daar gaan wij ook heen. En dan moeten we met haar vechten. Nou, hebben we nog geen pokeballs. Dus als we daar neergaan, dan zijn we nog niet verloren. Dan is de Nuzlocke nog niet afgelopen. Maar we moeten natuurlijk wel al een beetje gaan trainen. Dus laten we gewoon langzaam hier een beetje wat Pokémon verslaan. En dan zijn we hopelijk goed genoeg getraind om zo meteen die fight aan te gaan. En om de Nuzlocke een tijdje te overleven. Jongens, stop nou eens met dit scherm verwisselen. Ik word er een beetje moe van. Zal ik eerlijk bekennen. Kan je hem niet vastpinnen of zo in de settings? Van, hij moet hier staan. Eigenschappen. Laten we eens kijken. Eigenschappen van dit scherm. Blijf gewoon fucking staan. Kan dat? Nee? Nee, dit is ook geen optie. Want het zou gewoon normaal gesproken altijd op een plek moeten blijven staan. Als je het een plek geeft. Snap je? Ella is er wel? Echt? Waar dan? Er stond weer no signal in je scherm. No signal van wat? Want het is gewoon aan de Elgato aangesloten. Misschien... Oh. Wacht. Ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het spelletje door heb. Wat hier gespeeld wordt met mijn voeten. Even kijken hoor. Zo. Ja. Misschien dat dit helpt om op een vaste plek neer te leggen en dat hij ook niet meer beweegt. Misschien dat dat wat uit wil halen. Zo. Nu ligt hij stil. Nu zou hij, als het goed is, niet dat mijn DS die ik vast heb, het kabeltje eruit snokt. En hij ligt nu vast op één plek. Dus als het goed is... Als het goed is... Blijft hij dan ook op één plek staan. Thanks voor de oplettendheid, man, trouwens. Ik had het niet door. Goed, we hopen dat hij blijft staan. We komen nog een Pokémon tegen. No signal! Hoe dan? Wat is dit nou allemaal voor... Het is ook iedere keer als ik naar een battle scene switch, hè? Merken jullie dat? Maakt niet uit waar ik heen switch. Ik loop een huisje in, ik switch naar een battle. En dan stopt hij er gewoon mee. Het is echt apart. Maar goed. Ik zit naast een Pokémon-verslaafde. Nou, dat is mooi. Dan kan hij gewoon gezellig meekijken. Toch? Nou, ik zie alweer Gel en Date in de chat voorbij komen. Het is één groot feest. Zie je? Het is echt raar. Dan gaat hij weer terug naar hier. Het is echt een drama. Nou, jongens. Ik word er een beetje moe van. Kijk, een battle. Gaat hij weer verspringen? Er klopt geen reet van. Maar weet je wat? Wie weet, ik ga het gewoon anders oplossen, jongens. We gaan gewoon mijn cam. Niemand hoeft mijn smoel te zien. Die zetten we gewoon wat kleiner. Ja? Gewoon hier in het hoekje of zo. En dan zet ik gewoon de chat of zo. Die zet ik gewoon over Pikachu heen. Kan ons het schelen. Er zit toch wel een zwart lijntje om de letters heen. Dus als het goed is, kunnen jullie gewoon blijven lezen. En dan zetten we gewoon het Pokémon-scherm. Zetten we gewoon hier in het midden. Als hij dan iets naar links of naar rechts verspringt. Dan kunnen jullie alsnog gewoon blijven kijken. En dan springt het maar een beetje van links naar rechts. Lekker boeiend. Toch kan ons het schelen. Ik vind jouw smoel leuker dan het spel. Sophie. Dat is heel lief.
Dankjewel. ik wou een opmerking maken, maar het kwam er gewoon niet uit. Ja. En we gaan weer verder. Juist. Ty, wat is er? Bruh. What is going on? Tot echt ver... Ik boor je dan in je kont tot ver in je darmen. Jongens. Rivka, wat is dit nou allemaal? Wat is dit voor praat? Dit kan toch allemaal niet? Dit kent toch helemaal niet? Het is toch heel erg grof van jou? Kijk, nu springt die game gewoon een beetje van links naar rechts. Nou, lekker boeiend. Kan ons het schelen. Ik ben er net en dit is nu al de interessantste chat in tijden. Nou, dan ben ik toch blij dat ik ergens aan heb kunnen bijdragen. De meest interessante stream chat van Twitch Nederland. En de meest gefaalde stream layout van Twitch Nederland. Het is geweldig. Sophie is aan het janken. Dat is... Het kan natuurlijk. Dat deze normaal alleen op Dutch YouTube Gathering 14. Maar nu ook tijdens mijn livestream. Oké. We gaan weer verder. Oh nee, we gaan niet verder. We gaan nog heel even vechten. No signal. Ik word zo diep ongelukkig van mezelf altijd. Ik word zo diep ongelukkig altijd. Weet je wat het is? Ik kijk mensen. Hun streams. Hun YouTube video's. Kwaliteit. Geen lag. Geen gerotzooi met beelden die links en heen en weer schieten. Gewoon een webcam die je gezicht gewoon een bepaalde kleur maakt. Niet dat als ik een schermpje open dat ik wit als de neten ben. Of nu zo. Ik ben nu gewoon weer fucking rood. Het klopt gewoon altijd allemaal. En dan denk ik, hoe doen ze dat? Hoe? Want als ik iets wil opstarten, een stream, een video, het gaat allemaal fout, altijd. Dus ja, ik snap het ook niet. Het houdt het wel interessant en ik merk ook wel dat mensen er altijd wel een beetje om kunnen lachen. Maar ik doe wel altijd mijn best om er iets moois van te maken, maar het werkt gewoon niet. Het kan, gewoon, ik moet het niet eens meer proberen, want Kevin die iets moois probeert te maken... Nee, het gaat gewoon niet. De ene keer ben je ook echt donker als de neten. Ja, en de andere keer overbelicht. Ik weet het, Rivka. Ja, het is gewoon... ja, ik weet het niet. Irisje, wat is er, Twitch partner? Volgens mij zijn we jarig. Ja! Volgens mij zeggen ze dat ik jarig ben ook vandaag. En vandaag is het ook gewoon echt zo. Happy birthday to you, vader. Dankjewel. Dankjewel. Zelfs de game zegt happy birthday. Ik ben zo blij. Gewoon lampen kopen. Ja, maar ik heb toch lampen? Hier, ik heb hier een lamp. Maar die, lamp. Maar het is... ja, ik weet het ook niet. Het is gewoon drama. Ik vind het rode wel schattig. Ja, alsof ik non-stop aan het blozen ben. Was laatst ook op werk. Toen had ik koffie gehaald voor iemand. En toen zei hij, oh, ben je altijd zo lief? En toen zei ik, nou, nee hoor. En toen zei hij, oh, je moet zelfs blozen. En toen zei ik, ik had geen zin om uit te leggen dat ik gewoon altijd een rode kop heb. Dus ik zei, ja, is goed joh. En toen, ja, ben ik weer verder gegaan met mijn werkzaamheden. Maar gewoon, mensen denken altijd dat ik bloos of verbrand ben. Dan is het net zomer en dan heb ik een iets roder hoofd. Oei, ben je nu al zo verbrand? Goed smeren hoor. En dan denk ik, nee, ik ben niet verbrand. Ik ben gewoon heel rood. Alsjeblieft. Misschien te veel licht van achter. Nou, maar ik heb ook, ja, oké, ik heb daar wel een lamp hangen, maar ik weet het ook niet. Maar goed, hè? Jullie zien mijn ogen nog. Jullie zien mijn rode gezicht. Daarmee redden we het wel. Brian, welkom bij de stream. Heb je al een beter deck op Clash Royale? Ja, ik heb wat tips van David gekregen. Die heeft met mij samengezeten. Die zei, Kevin, ik heb tips voor jou.
dit is een betere deck. En ik heb meer gewonnen dan de afgelopen dagen, dus het werkt wel. Ik ben een keer goed verbrand. Toen had ik een keeperstraining. Die pijn. Ja, ik geloof wel dat dat zeer kan doen inderdaad. Welke level is mijn Pokémon? Level 7. Ik wil wel level 8 zijn als ik dat vrouwtje daar ga bevechten. Als ik dat vrouwtje daar op de bek sla, dan wil ik wel heel even een Pokémon van level 8 aan mijn zijde hebben. Is hier iemand die ooit in Slagharen is geweest? Ik niet. Maar misschien dat andere mensen je kunnen vertellen dat je niet naar een ponypark Slagharen moet gaan zonder ponies. Rivka. Nog 4 minuten jarig. Ja, ik weet het. Het is wat, hè? Nog maar 4 minuutjes. Maar goed, hè? Ik heb nog het hele weekend visite en een feestje en voor mijn verjaardag. Dus ik voel me nog zeker dagenlang jarig. Dus dat komt zeker wel goed. Sophie is in Slagharen geweest. Ze kreeg een oorontsteking in het reuzenrad. Rivka, onwijs veel plezier daar. Alle ponies zijn weg. Ja, dus het wordt echt een fantastische tijd voor jou, Rivka. Het wordt echt lachen daar. Echt super komisch. Sophie en Rivka hebben een soort liefdes-haatrelatie, geloof ik. La la la, la la la. Guess who's back on a back brand new track? It's Elene. Welcome back, Elene. Wat doe ik? Tackle, watergun. Ja, is goed. Doe maar. Dat is pech. Pony's weg. Ja, dat is inderdaad wel pech hebben, Rivka. Kevin, ik zit in je clan. Ik ben die nieuwe nummer 1. Brian, ik ben super blij dat jij er bent. Want daarmee krik je waarschijnlijk ons niveau omhoog in de clan. En daar ben ik heel erg blij mee. Rivka wil hardlopen daar. Dus ze moet een bos hebben. Hoezo moet je een bos hebben om hard te lopen, Rivka? Dan moet je toch juist gewoon een vlakke weg hebben? Dat loopt toch lekkerder? Of ben ik nou gek? Hé, ik weet het niet. Ik weet het eventjes niet. Ben ik onzichtbaar? Nee, je bent zeker niet onzichtbaar. Ik zie jouw aanwezigheid. En ik dank jou daarvoor. Bedankt dat jij er bent. Merci dat jij er bent. Goed, we zijn level 8. Ik ga heel even naar het Poké Center. En dan gaan wij onze Pokémon healen. En dan gaan wij even die fight aan met haar. Dan krijgen we Pokéballs en dan kan ons avontuur, oftewel de Nuzlocke, echt beginnen. En hoe kut zou het zijn als ik dan binnen een half uurtje doodga. Dan is dit echt de kortste Nuzlocke ever. Wat ik trouwens ook ga doen, mensen. Jullie zijn dit nu aan het kijken op de livestream. Maar er zijn ook mensen die er waarschijnlijk niet bij konden zijn vanavond. Omdat ze vroeg weg moesten en wel verantwoordelijkheidsgevoel. Nee, ik ben super blij dat jullie er zijn. Please don't leave, nu ik dit gezegd heb. Maar er zijn mensen die het niet kunnen zien, dus ik ga dit op YouTube zetten. Dus waarschijnlijk zijn er nu ook mensen op YouTube die kijken. Hoi allemaal. En dan weten jullie dat dit ook op YouTube terug te kijken is. Mocht je zoiets hebben van, hey, ik moet zo weg. Nou, dan hou ik eventjes bij. Kevin is om 11:30 begonnen. Het is nu 12:00. Dan kan ik op YouTube verder kijken vanaf een half uurtje. En dan hoef je alsnog niks te missen, zeg maar. Hè? Huh? Hè? Het is gewoon easy content, oké? Please. Don't judge me. Mama, ik ben op YouTube. Ja, zeker wel. Zeker wel. Hoi moeder, hoi vader, hoi zus, hoi YouTube. Hallo. Eens even kijken. We gaan deze vrouw op haar bek slaan. Hallo. En dan gaan we natuurlijk naar de battle muziek natuurlijk. De battle muziek. Zo. De hemel! Ja! De hemel! Wow, wat doet zij? Bam! Op je neus! Huh. Oh, ik moet natuurlijk wel de chat blijven lezen, want anders klopt er niks van. Het is nul. Je bent niet meer jarig. Nee, dat klopt. Man, ik ben niet meer jarig. Maar goed, ik ben wel blij dat ik toch nog heel even een streampje heb gestart op mijn verjaardag. Want dan was ik toch nog even met jullie, snap je? Want eigenlijk, wat ik vandaag heb gedaan, is best wel lang slapen. Lekker ontbijtje van Lisa gekregen. En daarna ben ik eigenlijk om boodschappen gaan voor het feestje dit weekend. En toen was ik hier. En ik ben nog even bij Erik op de koffie geweest. Erik Kossie.
En daarna was het eigenlijk alweer avond. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan op mijn verjaardag. Welk feestje? Een geheime bijeenkomst in Kopenhagen. Ga daar maar heen. Ik ben er! Hallo Ella, leuk dat je er bent. Deze Pokémon is naar jou vernoemd. Ik hoop dat je trots bent. Hoe oud ben je geworden? Ik ben 25 jaartjes jong geworden. Dankjewel. Feestje, zuipen tot we kruipen. Meer lollen tot we rollen. Nee, er zal inderdaad alcohol gevloeid worden. Maar wel respectievelijk aantal, zeg maar. Niet dat we 5 bedden in het ziekenhuis moeten reserveren voor coma zuipen. Wij zijn kut, Sofie ten Hoor. True wel. Rianne ligt hier naast me. Oei, gezelligheid. Gezelligheid. Hope to see you again. Is mijn Pokémon wel geheeld? Ja, Ellard is wel geheeld. Goed, we gaan. Ik moet lachen om de naam Ellard. Het is toch te triest voor woorden. Ik ben toch een klein kind eigenlijk. Nou, dat zeiden we hebben. Kom, schiet nou op. Ja, ik kom eraan. Normaal is het andersom, hè. Staat de man zo van, hallo, schiet nou eens op. En dan zegt de vrouw, ja, wacht nou eens even. Jongen. Hey, volgens mij moeten wij gewoon hierheen. En dan zegt hij, hey, leuk, hier, pokeballs. Wegwezen. Iedereen ligt naast elkaar en ik lig alleen. Nou, Sophie, volgens mij zit ik hier ook in mijn eentje, hoor. Starter trainer Daan, dankjewel voor je follow. Thanks voor het followen, thanks voor de support. Veel plezier bij de stream. Sophie, kom naast mij liggen. Rivka die wil wel eventjes vissenwozen met jou. Ik ga mijn laptop uit het raam gooien. Hoezo? Waarom gooi je je laptop uit het raam? Dan kan je niet meer naar de stream kijken. Of typen. Hij wil ons zien bloeden. Wat? Hè? Huh? Nee, Rivka, ik vind dat wel een beetje eng. Nou ja, Rivka, sorry. Ik heb het geprobeerd om te bemiddelen. Maar helaas. Dan geen seks. Nee, ja, dat blijkt. Geen seks voor Rivka. Hebben we nou pokeballs? Jazeker! We hebben er gewoon 10. Holy shit. Nou, dan is de Nuzlocke officieel begonnen. Tam tam tam. Tam tam tam. We gaan even terug naar deze prachtige muziek. Zo, hoppakee. En here we go. Mijn Twitch valt de hele tijd weg. Oei. Dan ligt het aan het internet, niet aan de laptop, denk ik. Ik zou niet je laptop uit het raam gooien. Wat gebeurt er? Oh, moeders. Hallo, moeders. Houdoe, moeders. Ik ga op mezelf. Wat is er? Wat doet ze nou? Satan is mijn vader! Goed, wij gaan er weer voor. Ik wil niet getime-out worden, maar jouw mods hebben een aparte manier van denken. Ja, nou, weet je, Rafael, de andere streamer, League of Legends streamer, die heeft dus gewoon alle diehard kijkertjes mod gemaakt. Maar Rivka, Sophie en Helene samen, en Robin eigenlijk ook erbij, dat is een viertal, ja. Geef ze 5 seconden en het gaat over seks. En ze zeggen altijd dat ze dat van mij hebben, dat ik daar een voorbeeld in heb gespeeld, maar ik geloof dat niet. Ik ben altijd heel netjes geweest. En ze hebben die taal gewoon zelf gecreëerd. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt heel naar. Helene is geen mod. Nee. Helene, die maken we geen mod. Want dat is natuurlijk geen diehard kijker. Dat is een apart geval. Goed, op deze route mogen wij de eerste Pokémon gaan vangen die we tegenkomen. En ik hoop altijd dat het een Pokémon is die, zeg maar, zo sneakt. Zodat we erop af kunnen sneaken. En die zijn dan meestal van een iets hoger level. Maar ik zie hem nu niet. Dus dat is jammer. Erg jammer. Dan gaan we maar gewoon de eerste Pokémon vangen hier. En ik hoop gewoon dat het geen Wurmple is. Geen Wurmple. Please no Wurmple. Oh, waarschijnlijk gaan we hem nu hier tegenkomen. Ja, goed zo.
dan wordt onze eerste Pokémon sowieso een Poochyena. En dan kan die ook gelijk gewoon een goede aanvallen, zeg maar. Dus dat gaan we doen. We gaan er naartoe sneaken. En dan we sneaken erheen. Oh! Shit. Heb ik het verneukt? Ik moest zo lopen, maar toen schoot mijn vinger door. Oh, ik heb het verneukt. Ik heb het verneukt. Goddammit. Nou, welke Pokémon wordt het dan? Alsnog die Wurmple zeker. Please no Wurmple. Please no Wurmple. Please no. Een Zigzagoon, de andere Rattata van deze game. Maar goed. Van level 2! Nee joh! Oh, dat wordt toch weer helemaal niks. En hij is dood. Oh. Goed. Onze eerste mogelijkheid om een Pokémon te vangen is niet meer. Dat is jammer. Nou, dan gaan we nog even naar die bovenste route. Want daar zit ook wel Pokémon. Kwartet is leuk. Echt een raar woord, kwartet. Ja. Pinky da, au revoir. Tot ziens. Bedankt voor het langskomen. Mijn vinger schoot ook door vannacht. Oh, Rivka. Wat een details. Wat een details. Goed, here we go. Volgende route. Laten we kijken of we hier iets leuks tegenkomen. Een Wingull zou wel leuk zijn. Of alsnog een Zigzagoon. Hoogstwaarschijnlijk. Ja hoor, een Zigzagoon. Hopelijk van een hoger level dan level 2 dan. Dat zou wel fijn zijn. Level 3! Nou, niet veel hoger, maar het is iets. Ga niet dood van de tackle alsjeblieft. Overleef een tackle. Goed zo. Hartstikke goed. Dan gaan wij een Pokéball gooien. En dan gaan wij proberen deze Zigzagoon te vangen. Zo. Als je een Wingull vindt, noem hem dan Mew, please. Nee, helaas is het een Zigzagoon geworden. Maar jongens, hoe moet deze Zigzagoon heten? Het is een mannetje. Dus wel een jongensnaam. Maar drop heel even hoe die moet gaan heten, onze Zigzagoon. Kevin, ze verstaan je niet hoor. Wie? De mensen in de game bedoel je? Nee, dat klopt. Goed, Zigzagoon, hoe moet die heten? Vaco Gamer. Nick, Harry, Meo, Zitzak. Hester. Dat is toch geen mannennaam? Remco Hamster. Die is dood. Is Remco's hamster dood? Emo Bever. Noem hem Zitzak. De Pokémon, want je praat er tegen. Oh, oké. Ik noem hem. Ik ga gewoon de allereerste doen. Harry. Gewoon Harry, de Zigzagoon. Gewoon Harry. You're a wizard, Harry. You're a wizard, Harry. I'm a what? Hoorden jullie dat? Goed, we moeten wel even onze Harry. Moeten we wel eventjes gaan healen. Want Harry, die gaat anders instant dood. En jullie weten het, zodra een Pokémon dood is, dan is hij dus dood. En dan kunnen we hem niet meer gebruiken. En we willen natuurlijk niet dat deze Nuzlocke over 10 minuten al klaar is. Vet origineel. Oh, sorry hoor. Sorry hoor, Elene. Rivka had die wat? Taart gemaakt? Ik snap het niet. Rivka, ik snap jou niet. Zoveel randomheid door elkaar altijd. Oh. Waarschijnlijk gaat... is het ook weer niet tegen... Oh, wat doe ik? Restore? Nee, dat wil ik niet. Ik wil dus een item pakken, want ik zie dat hij een item heeft. Is het een Master Ball? Het is een potion. Ja, dat mag ook. Switch! Zo, Harry naar voren. Dan gaan we Harry een beetje trainen. Onze Mudkip is namelijk level 9. Wat we gaan doen, we gaan Harry inzetten... En dan gaan we Mudkip inzetten. En dan zouden we in principe Harry een beetje moeten kunnen levelen. En ergens gaan we ook
soon een experience share vinden. En dan is het hele probleem opgelost. Maar voor nu moeten we het even op deze manier doen. En de eerste Pokémon die we hier vinden... Oei. Dat is ook een Zigzagoon. Die hebben we al. Dus die mogen we toch niet vangen. Dus oprotte! We willen een andere Pokémon. Geen Zigzagoon. Maar ook geen Wurmple. Ja, we moeten wat, hè. Maar ik wil toch geen Wurmple... Had dan een Poochyena gegeven of een Talo of zo. Wat moet ik nou weer met... Oh, deze Wurmple heeft wel veel defense. Dat moeten we dan wel weer toegeven. Ik wil Rivka echt graag een time-out geven. Doe het gewoon, Sophie. Waarom niet? Gewoon doen, joh. Gewoon doen, joh. Kan jou het schelen. Ik moet echt zo gaan, anders word ik morgen niet wakker. Oh, dat klinkt wel heel erg alsof je gaat sterven. Maar is goed, Helene. Dankjewel dat je toch even bent langsgekomen. En alvast wel trusten. En succes morgen met opstaan. Doei. Elain. Elain. Dat is wel een goede naam. Voor deze Wurmple. Elain. Ik ga deze Pokémon gewoon Elain noemen. Elain! Wat is er, Sandra? Wat is er aan de hand? Elain. Nou, ons team is toch wel echt al super gaande, hoor. Elain, Harry, Ellard, zo. Is deze Pokémon worth om te kopen? Ik vind, zo, als je fan bent van de originele Alpha en Sapphire, zou ik hem zeker halen. Het is eigenlijk gewoon die game, maar dan in een nieuw 3D-achtig jasje. En ik vind hem super fijn spelen. Dus ik kan hem zeker aanraden in ieder geval. En bedankt, hè. Ik blijf tot de laatste is weggegaan bij deze stream. Oei, maar jij bent de laatste. Dus als jij niet weggaat, zal de laatste ook nooit weggaan. Dus je blijft hier voor altijd. Deze muziek klopt niet bij het gezicht die ik trok. Ik had een soort van X-Files nu moeten hebben, maar die kwam niet. Een beetje jammer. Zit je namen voor die volgende Pokémon te bedenken, benoemt hij hem zelf al. Oh, sorry. De volgende Pokémon is voor jullie om te bedenken. Wow, dat is echt diep. Ja, maar goed, ja, je zei het wel, Robin. Doei iedereen, doei Elain. Tot de volgende keer, Elain. Tot ziens. I don't get live anymore. Maurits, wat is er? Waarom niet? Rivka mag een graf in van Elain. Elain is niet zo braaf vandaag. Heb jij ook vakantie? Ik heb eventjes vakantie inderdaad. Even kijken. Huh? Hebben we 10 potions? Huh? Hebben we die gekregen? Sinds wanneer krijg je 10 potions? Oké. We hebben er 12. Maar ik bedoel, we hebben er dus 2 gevonden en 10 gekregen. Dat is echt veel. Oké, nou, prima. We gaan natuurlijk wel eerst eventjes gewoon Harry trainen. En Elain, die komt later wel. Waarschijnlijk is Elain ook zo iemand die we gewoon gaan opofferen op een gegeven moment, want... Oh. Andere mensen hier gaan ook diep. Ja, dat is zeker waar. Rivka gaat pittig diep altijd. Deze chat gaat veel te ver, though. Ja, maar goed, hè. Ik heb moderators die zelf te ver gaan, dus dan krijg je dat. Het is een drama. Nou, Harry tegen Zigzagoon. Nou, en Harry gaat gewoon keihard verliezen. Dat weten we nu al. Harry is al 4 HP kwijt. Die kan nog 1 hit hebben. Dus ik kan wel wat damage doen. Dus laten we dat dan wel even doen. Growl. Oei, dan gaat mijn attack omlaag. Niet mijn defense, hè? Nee, mijn attack gaat alleen omlaag. Oké. Dat betekent dat we nog wel een beetje kunnen hitten. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als Harry hem zelf aan kan. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
Ah, dat was in één keer 6 HP in plaats van 4. Oké, we gaan Harry nu toch wel eventjes terugroepen, denk ik. Want een potion geven gaat niet werken. Maar dan geef ik een potion. Dan mag hij weer aanvallen. Dan ben ik weer 4 tot 6 HP kwijt. En dan mag ik weer aanvallen, maar dan is hij weer als eerste. En dan zit ik weer op dit punt. Dus we gaan hem toch terughalen. Ellard! Laat ons zien hoe je dit klusje klaart. Hessie nam even een slokje van de danswater. Dat ga ik ook even doen, Hessie. Lekker een slokje van de danswater. Dankjewel. En we hebben een mutslap. Die gaan we eens even uittesten. Mutslap. En Zigzagoon... Oh, is niet dood. Oké. Okay. Hadden we beter watergun kunnen doen, denk ik. Rivka moet echt even schijten. Dus een moment, zegt ze. Nou, we hebben geen moment. We gaan gewoon door zonder jou, Rivka. Maar tuurlijk mag je even gaan schijten. Is niet erg. Sabine nam ook een slokje van de danswater. Appelsap. Oh ja, dat zei ik natuurlijk net. Sorry, ik neem een slokje van de appelsap in plaats van de danswater. Excusez-moi. Goed, even kijken. We gaan eventjes onze Harry weer healen. We moeten natuurlijk voorzichtig spelen. Want als Harry doodgaat... Hey, hoe gaat het? Jarno, het gaat fantastisch. Hoe gaat het met jou? Welkom bij de stream. Alles wat Rivka zegt, hoor ik haar ook gewoon in mijn hoofd zeggen. Zo hilarisch. Ja, ik hoor ook altijd die ongeïnteresseerde, sarcastische toon van Rivka als ze iets zegt. Thanks, gaat prima. Goed om te horen. Goed om te horen. Ik heb niks gezegd over scheiden. Nee, maar dat, zo interpreteer ik het gewoon. Kijk, als man in gezelschap zeg je ik ga pissen. Of je zegt ik ga even naar de toilet. En als je ik ga even naar de toilet zegt in plaats van ik ga pissen. Dan ga jij iets anders doen op die toilet. En dan bedoel ik scheiden. Niet andere vieze dingen denken, oké? Ja, maar jij hebt sowieso stemmen in je hoofd. Ja, dat is wel waar. Ik ben gewoon schizofreen. Het is heel, heel vervelend. Alleen mods in de chat. Ja, we hebben iedereen mod gemaakt. Kan ons het schelen. Amanda dacht weer vies. Jongen. Hey, hallo. Ik wil vechten met jou. Mag dat? Mag dit? Natuurlijk mag dit. Wow, caps lock. Caps lock is er natuurlijk niet echt helemaal nodig. Hey, en we hebben hier zo'n Wurmpel. Die moet onze Harry toch aankunnen, zou je zeggen. Onze Harry van level 4. Kom op, Harry. Kom op, Harry. You're a wizard, Harry. You can do this, Harry. Boom. Ja, deze kunnen we wel aan. Dit is geen probleem. Hij wil graag op zijn bek geslagen worden. Nou, dat valt allemaal weer mee, hoor. Amanda is gewoon vies. Vieze, doordenkende kinderen, zeg. Zo is Sophie gelukkig nooit geweest. I fade away and classify myself as obsolete. Nou, we zien jou nog steeds, hoor. Het is inderdaad wel zo dat de moderators momenteel de chat domineren, maar juist daardoor val je nu op. Eigenlijk, als je geen moderator bent, val je juist heel erg op in deze chat. Level 5 alweer. Harry is going places. Goed bezig, Harry. Lekker bezig, Harry. Dat is zo goed, Harry. Dat is zo goed bezig van jou, Harry. Deze jongen wil ook wel matten, volgens mij. Ik ben geen mod. Ja, zie je, Engelkaas. Daardoor zien we jou heel goed. Harry is echt zo'n typische naam. Ja, dat klopt. Zo had ik het nog niet bekijken. Ja, is wel zo. Ik wil opvallen, godverdomme. Oh, sorry hoor. Sorry hoor, niet gelijk zo boos worden. Ja, ik domineer. Ik ga echt hard. Noem mij Armo. Oké, we zullen Maurits vanaf nu allemaal Armo noemen, oké? De chat is echt hilarisch. Ik ben blij dat jullie het naar je zin hebben, jongens, in de chat.
Hey, kijk, een Poochyena. Die had ik graag willen vangen. Maar toen gleed mijn vinger half uit toen ik moest sneaken. Beetje jammer. Want zie je, Poochyena is zoveel sterker dan wij. Ik hoop dat we overleven. Want ik neem toch wel weer een risicootje hier. Howl! Pam 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 pararam. Pam 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 pam. Nou, dit gaat op zich lekker, jongens. We zijn bijna bij het volgende dorpje en we hebben nog steeds alle drie onze Pokémon. Een Telo. Willen we switchen? Nee, we blijven battelen. Zo. Hallo. En we gaan tackelen. Dit is mijn level 2. Dan zou onze Harry misschien zelfs al naar level 6 kunnen gaan in dit gevecht. Ja, dat gaan we wel redden hoor. Onze Harry gaat wel gewoon eventjes level 6 worden. Eén Peter aanwezig. Het is DJ Pita. DJ Pita zal zich nu al ergeren aan onze layout, denk ik. Maar DJ Pita moet wel eventjes het hele verhaal meekrijgen natuurlijk. Over het... Het beeld van de game die reist. Zie je? Daar ging die. De game heeft besloten om afstanden af te leggen in mijn layout. Zonder dat ik eraan zit. En we weten niet waarom die dat doet. Kevin kent mij zo goed. Maar dat is dus de uitleg, Peter. Jarno, dankjewel voor je follow. Thanks voor je support. Veel plezier bij de stream. Hey, Peter! Gezellig, beetje oversext. Maar voor de rest wel goed. Het scherm is bezeten, ik zweer het. De gradient van de goden. Ja, ik weet het. Het is... Kevin streamt. Als Kevin iets doet, is het maar half goed. Dat is altijd. Het is gewoon altijd. Alles wat ik doe, is maar half goed. En dat is niet goed, eigenlijk. Als iets half gedaan wordt, dan is het niet goed. Hey, maar hoe zit het nou? We hebben allemaal van die mooie potions gekregen. Dus waarom doen we niet even lekker onze Harry weer volmaken, zodat hij weer klaar is voor een fight tegen deze madame? Ja, toch? Hey Peter, Kevin heeft amper Pokémons gezegd. Ben je trots op hem? Peter is zeer trots op mij, weet ik zeker. Hey Kevin, even een vraagje. Ben jij nog van plan om op vakantie te gaan? Nee, ik ben niet van plan om op vakantie te gaan. Ik heb wel 2 weekjes vrijgenomen van werk om heel hard te werken aan het project voor DDG. En dat hebben jullie wellicht meegekregen. Maar daar zijn we hard mee bezig en daarvoor heb ik eigenlijk mijn vakantie opgeofferd. It's still here. Jazeker, het is ook nog steeds nodig, Peter, die command. Die command is ook nog steeds nodig. Jammer, kijk je, als je 2 streams hebt en ze zijn allebei half goed en je doet ze samen, dan is het helemaal goed. Dat is zeker waar. Of je hebt gewoon 2 halve goede streams. Ja, die tag heb ik in een kopie staan voor het geval dat. Dat is heel slim. Heel slim. Ben er weer. Hey Smurf trouwens. Leuk dat je er bent. Just Joey is er ook gewoon. Hallo, hallo, hallo. Hallo Joey. Hoe is het jongen? Leuk dat je er bent, jongen. Oh. Oh, oh, oh. Kijk, die potion die we net hebben gebruikt is ook gewoon weer terug. No stress. No stress. Just Joey here. It's just Joey here. Wilde je nog een keer feliciteren, maar het is alweer vrijdag. Woeps. Nou ja, wist je dat jij... De allereerste was op mijn WhatsApp die me feliciteerde, Joey. Dus dat is helemaal goed, jongen. Dat is helemaal goed. Helemaal naar de kloten. Helemaal goed, bedoel ik. Pam 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 pam. Nee! Oh, critical hit. De damage was er al af. Ik zag alleen critical hit staan. Ik werd eventjes bang dat we onze Harry nu al zouden verliezen. Maar gelukkig niet. Ja, weet je meteen wie je echte vriend is, hè? Die feliciteert je als eerste op WhatsApp. Ja, Peter. Oh nee, niet nu al vechten. Please don't. Please don't. Huh? Oh. Wat gebeurt er?
Look up there. Check him out, vader. Ah, vlinders, wat leuk. Ze gaan naar het dorpje. Feest. Verdomme, ik was er om 9 over 12 met mijn felicitatie. Dat is waar. Je was er ook zeker op tijd bij. Ik ben terug. Niemand die het merkte dat ik weg was, maar alsnog... Ik merkte het, Thay. Het was een drama in de chat. Maar nu jij weg bent, weer terug bent, wordt het weer beter. Ik voel het. Ik ga even de follow time fixen. Oh, Peter gaat het geluid aanzetten, denk ik. Er is geen volle bot vandaag, dus dan kan het eigenlijk wel weer aan. Dankjewel, Peter. Ik volg Kicks Games al gewoon te lang. Ja, maar er is niet zoiets als iemand te lang volgen. Wij zijn gewoon heel blij dat mensen die er jaren geleden waren, er nog steeds zijn. Dus bedankt daarvoor. Zelfs Sophie was eerder met feliciteren, Peter. Nee, Kevin, hij gaat de command fixen. Oh, sorry. Sorry, hoor. Ik was de 250ste abonnee op Kicks Games. Be that. Nou, er was ooit een eerste abonnee, Joey. Die heeft jou sowieso gebeat. Maar Joey was inderdaad heel erg op tijd. Toen wij Joey leren kennen, was het ons doel om 1000 abonnees te halen, weet ik nog. Nu is ons doel om voor de derde keer dit jaar 63.000 abonnees te halen. Pam 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 pam. Wat moeten we hier ook weer doen? Volgens mij moeten wij met Wally gaan praten. Wally? Ja, hier. Oh nee. Is het Wally? Dit is niet Wally, toch? Nee, dit is niet Wally. Dit is wel onze vader. De gymleader is mijn vader! Ik was een populaire YouTuber met 180 abonnees. Dat is zeker waar, Joey. Als Sophie zelfs eerder was, dan ben ik inderdaad een slechte vriend. Zosia is er ook gewoon. Hallo! Ik weet niet meer hoe lang ik Kicks Games volg, maar het is leuk, dus ik blijf nog wel even. Nou, dat is goed om te horen, Hessie. Hessie, dat is goed om te horen. Ik ga nog steeds stuk om die video. Satan is mijn vader! Maar ook gewoon mooi dat alle mensen meer rageden op die R van... was het Sanne die dat riep, of niet? Op die R, in plaats van op die vrouw. Hey daddy, I want that gym badge. How about for sucking that cock? Wow, wow! Maurits, what's going on? Wat gebeurt er? Yep, dat was Sanne. Ja, dat dacht ik wel aan. Ik had ooit 250 abonnees en het ging snel, maar het had geen zin meer. En ik gleed er zo uit. Ik glijd er ook wel eens uit. Maar dan moet je gewoon weer die pit erin steken. En dan kan het weer groeien. Ja, we gaan met Wally mee. Wally gaat even een Pokémon vangen. Wally gaat even een Pokémon vangen. Komt goed. Ik heb ook 200 abonnees, maar ik doe niks. Sophie, ga gewoon video's maken. Doe het. En dan laggy opnames maken. Ja, Sophie, doe het gewoon. Kevin, nee! Wat is er, Amanda? Wat is er? Wat heb ik gedaan? Gewoon pit erin en groeien en erin glijden. Mooi gezegd, Kevin. Dankjewel. Ik vind mezelf ook altijd een motivatie voor de wereld. Ik cringe op mijn video's. Het kan niet. Ik cringe ook op mijn video's. Maar dat is het hele ding. Dat vinden mensen leuk. Pam 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 pam
Nou, kan deze scène snel afgelopen zijn? Ik wil niet zien hoe Wally een Pokémon vangt. We hebben dat zelf al 15.000 keer gedaan, dus... Niet over seks doen. Straks geloven we nog dat iedereen over seks werd door jou. Maar, huh? Ik doe dat helemaal niet. Ik vind het echt jammer dat ik morgen vroeg moet werken. Ik wil hier blijven. Sosha? Who needs sleep? Gewoon koffie drinken. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Als het niet werkt, ben ik niet verantwoordelijk. Groetjes, Peter. Het werkt, Peter. Oh, ik zou het er gewoon in laten staan ook. Als het niet werkt, ben ik niet verantwoordelijk. Jongens, wat zijn we nou weer voor linkjes aan het droppen? Ik zou hem niet openen, dames en heren. Mensen geven me zelfvertrouwen door me apart te noemen. Je bent zo apart. Sabine, haar follow time werkt niet. Betekent dat ze niet followt? Of betekent dat dat het weer broken is? Kunnen we nou weg, alsjeblieft? Ik ben Wally een beetje beu, eigenlijk. Ik ben Wally eigenlijk een beetje beu. Houdoe, Wally. Wist je dat mijn oma mij stalkt op social media? Echt eng. Ik heb haar geblokkeerd. Wauw. Ik heb zeg maar een oma die heel veel emoticons en liefde stuurt op WhatsApp. En dan denk ik altijd... ja. Dan krijg je zeg maar van... Kevin, wat ben je toch goed? Ik ben zo trots op jou. En dan hartjes en weet ik het allemaal. En dan denk ik, thanks oma. En af en toe stuur ik wel een hartje terug. Dat sowieso hoor. Niet denken dat ik in ieder geval haar harteloze klootzak ben. Ik stuur wel hartjes terug. Maar ik kan niet zo uitbundig of zo doen, weet je. Dat is gewoon niet voor mij weggelegd of zo. Is dat niet Ans? Ah. Oma Ans. Dat is wel een hele lieve naam. Oma Ans. Wil jij vechten of niet? Oh, ze wil niet vechten. Ren, mijn winkels, ren! Of vlieg, dat mag ook. Ja, deze jongen wil wel vechten, dat weet ik. Maar laten we dan eventjes onze... Pardon. Elain gaan trainen. Elain. Die kan natuurlijk... Oh, de muziek valt gewoon uit. Dit is toch ook weer fantastisch natuurlijk. Oh, jongens, boertjes. Het is fantastisch. Ik voel me fantastisch. Goed. Vecht met ons. God, nee. God, mijn jaar. Nee! Jongens. Ja. Vecht. Zo. Voilà, vecht met mij. Voilà, ik zweer, map je dood. Oké, rustig. Heb je je toetje opgegeten dat je zo laat mag opblijven? Ik heb best wel mijn toetje... Nee, eigenlijk heb ik mijn toetje voor het avondeten gegeten. Dus niet helemaal hoe het hoort. Maar ik ben inderdaad oud genoeg geworden om laat op te mogen blijven. En welkom bij de stream. Geen geld. Struggles. Geen geld hebben. Trouwens, vorige keer heeft deze Seedot... Pokémon van mij echt keihard kapot gemaakt. Met zijn bite aanval. Dit kan gewoon het einde van de Nuzlocke zijn. Maar tot nu toe doet hij alleen maar harden. Hij maakt zichzelf alleen maar heel hard. Dat is het enige wat hij doet. Je stem loopt ietsjes voor op de gameplay, dus je krijgt steeds een mini-spoiler. Oh. Ik zal proberen vertraagd te praten. Vang die en noem hem Eikel. Ja, maar hij, deze kan ik niet vangen, want hij is van een trainer. Ik mag wel op deze route een Pokémon vangen, dus dat zal ik zo even doen. Hij is hard. Wow. Ja, hij is heel hard. Hij kan bijna niet harder worden dan dit, volgens mij. Oh, hij gaat nu Bite gebruiken. Net op tijd, want hij is nu bijna dood. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
Oh shit. Please die. Please die. Just in time. Just in time. Kan je me net zo goed Rivka noemen? Sophie. Oh my god, jij zegt dat wij vies doen. Ik zeg toch niet dat jullie vies doen? Ik zeg alleen dat jullie oversexed zijn. Switch Pokémon? Nee, keep battling. Even blijven battelen, Elaine. Totdat hij pack doet, dan is ze waarschijnlijk instant dood. Fuck it. Ze kan er wel één tackletje... Oh! Oh! Oké, één tackletje kan ze handelen. Nou, dan gaan we nu gewoon switchen. Elaine heeft gewoon deze pack overleefd. Dan gaan wij nu onze Allard inzetten. Oh, dit is Harry. Allard. Want Allard kan mutslap. En volgens mij doet een ground aanval veel op een flying type. Ik ga. Doei. Shining Denari. Dankjewel dat je er heel eventjes was. En tot de volgende keer wellicht. Tips voor een verborgen liefde. Jongens, wie gaat onze Smurf eens eventjes helpen met zijn verborgen liefde? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Waarom deed men met slappen niet? Werkt dat niet? Ben ik nou helemaal gek geworden? Het werkt gewoon niet op het... God. Nou, mijn logica slaat ook weer nergens op. Wie kan hem helpen, jongens? Even in de chat. Gun die jongen eens eventjes wat tips. Hij vraagt niet wie er een verborgen liefde heeft. Kijk, goede tip van Zosia. Gewoon die pit erin en voor gaan. Oh my god. Elaine is gewoon level 5 geworden. Wat fantastisch. Wat fantastisch nieuws. Wat een fantastisch nieuws. Goed, deze visser wil ook nog wel vechten volgens mij. Maar we moeten eerst even onze Pokémon healen. Dus dat gaan we even doen. Prachtig, niks meer aan doen. Dankjewel, Pete, voor de fix. Thank you a lot. Thanks a lot. Hey guys, ik ga trouwens om een uurtje of 1 nog eventjes Player Unknown's Battlegrounds doen. Om deze stream af te sluiten. En dan denk ik dat ik er rond een uurtje of 2 wel mee ga stoppen. Maar dan weten jullie dat. Dat we nog 20 minuutjes lekker doorgaan. En dan ga ik nog eventjes wat potjes spelen. Want als het goed is een andere streamer. Daar was ik afgelopen dagen ook een beetje mee aan het streamen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Hij is super goed met aimen, met headshots. En hij leert me een beetje the way of the game, zeg maar. En als het goed is hij ook online. En dan gaan we gewoon even een duo streampje zetten, denk ik. Dat is wel gezellig. Wel gezellig, toch? Ja, dat dacht ik ook. Nou... Gaan we eventjes met deze meneer vechten? Oh, hij wil helemaal niet vechten. Wat is dit nou? Zij wel? Wil jij wel vechten? Nee, ook niet. Nou, we kunnen hier een Pokémon vangen, maar ook hier iets verder. Dus ik denk dat ik dat wil doen. Wil jij wel vechten of niet? No, ik ga je niet een van mijn potions geven. Rot op, joh. Nee. Goed, eventjes hier die berries pakken. En dan gaan we een Pokémon vangen. Peter, doe mee, please. Ja, Peter mag sowieso meedoen, als hij er is. Als Peter zin heeft om mee te doen, zeg ik gewoon, let's go. Dan gaan we gewoon in een squad. Heel graag zelfs. Waarom, als je ook met Peter kan spelen? Ja, dat kan ook. Gewoon dat dingetje ertussen door doen. Dat vind ik ook helemaal prima. Ik had natuurlijk nooit verwacht dat Peter er zou zijn. Dus ik had dat een beetje in mijn hoofd zitten. Maar we kunnen ook prima... Gewoon met Peter streamen. Hallo. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Mijn PC staat uit. Ik ken dat. 1 potje wordt 10 potjes. Peter, je hebt nog 20 minuten om je PC aan te zetten. En mensen... Die vinden dat leuk. Peter. Over 20 minuten dan gelijk uit deze stream en dan zie ik je wel weer een keer in een andere stream. Dat is helemaal goed. Oh, een Poison Sting doet niet gek veel, deze Wingull. Watergun vast wel op ons. Ja, nou Elaine gaat deze Wingull niet in zijn eentje aankunnen. Dat is iets wat zeker is.
Maar hij kan wel wat damage doen in ieder geval. Weet je wat je moet gaan spelen? Fortnite is echt een goed spel. Ja, ik heb daar naar zitten kijken. Ik wil dat waarschijnlijk met Erik en met Carré en Jalmar en Peter, als hij dat wil, gaan spelen. Ik heb hem nog niet geïnstalleerd, maar Erik is al druk bezig. En dat willen we dus binnenkort wel in een soort van groepje op Kicks Games gaan doen. Fortnite. Koffie, Peter. Veel koffie is het antwoord. Peter, kom op nou, zeg. Gezellig meedoen, zegt Sosja. Oh nee, Peter zegt... Nee, Sosja zegt gezellig meedoen. En Peter zegt... Sosja, als ik nu koffie drink... dan slaapt hij de komende uren nog niet. Dat is wel waar. Oh jongens, ik ben confused, please. Doe nou gewoon een tackeltje. Dan heb je in je eentje die winkel verslagen. Kom op. Kom op, Elaine. Who needs sleep? Dat is wel waar. Peter, who needs sleep? Goed, we hebben deze winkel in ons eentje gepakt. Dat is wel gewoon goed. Elaine is gewoon een bikkel. Wie had dat ooit... Nee! Nee! Oh, nee! Winkel! Dat was de... Ik dacht dat ik een trainer... Oh. Ik baal als een stekker. Komen mensen om 8:30 ook echt al kip halen? Sosja moet om 8:30 kip bakken? Wow. Ik snapte de kipreferentie niet helemaal, dus ik moest even teruglezen. Ah, arme Sosja. Waar dan? Bij de... Waar werk je dan? Bij de KFC of wat? Of is dat... De... Ik weet dat er meer plekken zijn waar je kip bakt hoor, maar ik leg die link heel even. Miso sorry. Oh, Sosja werkt bij de KFC. Nou, gelijk beantwoord. Pam pam pam, pam pam pam, pam 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 pam. Pam pam pam, pam pam pam. Nou, we kunnen in ieder geval geen winkel meer vangen. Superleuk. Kunnen we wel nog deze trainer verslaan. Die heeft een Zigzagoon van level 9, geloof ik. KFC bezorgd tegenwoordig. Heb je al besteld bij de KFC, Peter? De Mac bezorgt ook al. Ja, maar niet in Zeist, hoor. Oh, level 8. Excuses. Ik dacht dat die een hoger level zou zijn. Maar het was level 8. Nou, ik denk niet dat... nou, thanks. Dit is tricky, want de defense gaat omlaag. Dus het zou zomaar kunnen dat Elaine zo meteen in één hit gewoon kapot gemaakt wordt. Laten we hopen van niet. Maar dit is wel een tricky zet die we aan het doen zijn. Absoluut, ik heb mijn zwakke momenten waarbij de kip de oplossing lijkt en het achteraf niet lijkt te zijn. Oh man. Oh, tackle. Moment of truth. Oei. We gaan Elaine snel terughalen. En dan gaan we het eventjes afmaken met Harry. Want Harry die kan ook heel goed tackelen. Mijn hersencellen zijn aan het dansen in mijn hoofd door die muziek. Maar ik krijg er een beetje hoofdpijn van. Voor de rest ben ik geen emo. Peter ontsext de chat. Interesting. Het is wel waar, Peter. Je bent onze reddende beschermengel. Rampampam, rampampam, prrrram. Maar Peter is gewoon een serieuze man. Dat is wel waar. Gaat hij nou een berry eten? Een potion? What the hell? What the damn hell? Al dat werk die Elaine heeft verricht. En die fucking Zigzagoon die hield zichzelf gewoon. Oh my god. Ook Harry gaat gewoon naar de tering. Gaat deze Zigzagoon het einde betekenen van deze Nuzlocke? Nee toch? Ellard! Please help us. Oh my god, ik moet echt gaan. Rivka. Rivka wordt in de gaten gehouden. Oei.
We gaan even met waterguns proberen die Zigzagoon zo snel mogelijk af te maken. En het moet snel! Oh my god, de critical hit! Wat gebeurt er allemaal? Het is niet oké, okay, hoor. Ik moet echt even potion gebruiken. Anders gaat deze Nuzlocke gewoon heel snel voorbij. Tail Whip, ja, dit is niet oké. Okay. Dat betekent dat als de volgende tackle weer een critical hit is... Oh man. Watergun. Nog een Tail Whip. Oh nee, hij moet echt snel neer. Het zal toch niet zo zijn dat onze Mudkip als eerste doodgaat. Hehe, nice. We survived. We survived. Rivka, don't go. Good night, Piemels. Good night, Rivka. Waarom is die zo gezellig? Ja, dat weet ik ook niet. We zijn gewoon gezellige mensen allemaal bij elkaar. Harry is een leveltje omhoog. Hartstikke goed. Elaine is ook een leveltje omhoog. Hartstikke goed. En deze man die geeft ons geld. Hartstikke goed. Dan gaan wij nog even onze Pokémon healen. En dan gaan wij het volgende dorpje in. Tududum. 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 Waarom zit het hier altijd uit als een struggle als jij mislokt? Ja, ik weet het niet. Het gaat altijd fout bij mij. Niet alleen de stream layouts, niet alleen de techniek, maar ook gewoon de inhoud van de stream zelf. Ik weet het niet. Ik moet gewoon geen mislokt doen, maar ik vind het altijd zo spannend dat ik het toch blijf doen. Het is gewoon een gezellige community. Dat is het, Sandra. De Kicks Games community is nog steeds real. En we hebben gewoon een super gezellige community. Ze leven allemaal nog, dus het gaat prima op zich. Ja, dat is wel waar. Kun je Pokémon op de PC game? Nee, dit is gewoon op de DS. Kijk. Het is niet op de PC. Goed, we gaan het bos in. Dat betekent dat wij een nieuwe Pokémon mogen vangen. Laten we hopen dat het een Shroomish is. Of een Talo. Dat zou fijn zijn. En niet een evaluatie. Evolutie. Evaluatie is een heel ander ding. Geen evolutie van Elaine. Want dan, precies. Dan zijn we verder van huis. We gaan even hierachter kijken. Hier ligt soms wel eens wat. Ik denk dat hier iets ligt. Niet? Wat jammer. Maar oh, maar hier liggen wel spullen. Daar gaan we wel nog even heen. Eens even kijken. Een pokeball. Het is ook een pokeball. De pokeball die hier op de grond ligt is een pokeball. Nou, hartstikke goed. Ligt hier nog wat? Nee? Oké. Okay. Wil dit vrouwtje nog wat kwijt aan ons? Nee? Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon weer naar binnen. Kunnen jullie uitslapen morgen? Ik kan zeker uitslapen morgen, Peter. En meer mensen zo te zien. Peter kan overduidelijk niet uitslapen morgen. Deze jongen wil vechten. Nou, dan doen we dat toch even. Dan doen we dat toch even, jongen. Fuck, ik bedoel, dat is jullie gegund. Ik kom een andere keer gezellig PUBG kijken. Moet morgen toch echt vroeg op. Is goed, Sosja. Tot de volgende keer. Wat een liefde voor Peter hier. Zeker, zeker weten. Ik slaap gewoon niet. Max 2 uur per nacht. Ik moet bouwen. Oh man. Was heel gezellig. Good night, peeps. Tot ziens, Zosja. Tot de volgende keer. Thanks dat je bent langsgekomen. Was gezellig. Peter, waarom heb je geen vrije dagen opgenomen deze vakantie? Just do it! Tomorrow! Nee, ik denk dat Peter zijn vrije dagen lekker aan het opsparen is voor een goed moment. Jongens, wat Maudit zegt. We moeten liefde geven aan Peter, want dan gaat hij PUBG met ons spelen. Trouwens, nee, ik denk het niet. Nog 10 minuten. In 10 minuten heeft hij zijn PC niet opgestart. Het wordt toch PUBG.
in mijn eentje. Of kijken of Thomas er is. De andere streamer. Waar ik de afgelopen dagen mee aan het streamen was. Ik ga volgende week rustig naar Frankrijk. Mijn leven is goed. Elaine, alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, Elaine. Je kan nog één hit hebben. Dat betekent dat je deze Rumple in je eentje aan kan. Maar ik ga toch een potion geven. Just to be sure. Just to be sure. Little Chrissy. En nog van harte gefeliciteerd, Kevin. Thomas is aan het streamen. Oké, goed om te weten. Ik ben wel al 50 minuten niet meer jarig. Maar ik accepteer je felicitatie. Dankjewel. Dankjewel. Het was wel echt gezellig, die stream. Welke stream? Die van met Thomas gisteren, bedoel je? Stokbroden verorberen. Oh, Peter was er ook gewoon bij. Oh nee, wacht. Peter heeft het over Frankrijk. Sorry. Pam, pam, pam. Nee, ik wil niet switchen van Pokémon. Pokémon. Zag niet dat je eerder streamde, anders was het wel eerder gekomen in je eigen stream. Nou, sorry. Sorry. Follow je wel, want anders krijg je natuurlijk ook geen melding als ik aan het streamen ben. Ik ben nog niet van mijn plek gekomen, Maurits. Peter gaat niet meestreamen, jongens, zometeen. Peter gaat rustig laid back kijken, denk ik, hoe ik die chicken dinner ga halen samen met Thomas. Thomas' stream van gisteren was wel leuk. Oké, nou, hij komt zometeen hier gewoon lekker erbij springen. Hij is dan zelf aan het streamen, dus jullie horen alleen zijn audio. En jullie kunnen bij hem zijn beeld en cam zien en bij mij mijn beeld en cam. Zo gaan we het dan doen. What? Elaine is evolving? Oh my god. Toch nog even die evolve gezien deze stream. En het is een prachtige, oh zo prachtige, Cascoon geworden. Volgens mij betekent dat het een Beautyfly gaat worden. En hij heeft Harden geleerd. Wat fijn, jongens. Onze lievelingsaanval. Wat goed. Elaine klinkt echt grappig eigenlijk. Is ook wel zo. Hey, een Pokémon. Welke gaat het worden? Eens even kijken. We gaan nog een Pokémon vangen. En dan gaan we rustig de stream eventjes in pauzestand zetten. Om te kunnen switchen naar de volgende game. En, want hier gaan we weer met iemand moeten vechten. Misschien dat we dat gevecht ook nog wel heel even doen. Maar ik wil eerst een nieuwe Pokémon vangen eigenlijk. Dus kom maar op. Ja! Wat wordt het? Een Talo, een Shroomish, een Wurmple hebben we al. Dus deze gaan we voor wegrennen. Wat wel zo is namelijk bij Nuzlocke. Als je de Pokémon al hebt, dan mag je voor de volgende gaan. Het is geen eigen geschreven regel die ik nu net heb bedacht. Dit is gewoon echt waar. Een Zigzagoon. Nou, die hebben we nog niet. Hè? Nee. Oh, jawel. Huh? Wat zeg ik nou? We hebben Harry. Jongen, 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 jongen. Oh, couldn't get away. Oké. Je hebt een hartaanval gekregen door je kat. Wat deed hij dan? In één keer op bed springen of zo? Zoek een speciale, Kevin. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Maar voor nu is hij er nog niet. Good night, was gezellig. Dankjewel dat je bent langsgekomen. Tot de volgende keer wellicht. Kan ik alsjeblieft iets anders dan Wurmple en Zigzagoon tegenkomen? Dankjewel. Nou, op deze manier is het inderdaad niet het gevecht. Maar alleen een nieuwe Pokémon vangen. Het is alweer bijna 1 uur. Zo, eens even kijken. Een Shroomish! Nice! Een Shroomish! Dat is nice. Die zochten we. Even kijken. Die gaan we dan even tackelen.
Totdat hij genoeg health verloren is om... Oh, Shroomish, je gaat niet onze Elaine afmaken. Dat gaan we even niet doen. Ik ga alvast gewoon een Pokéball gooien. Hij is level 5. Wie weet blijft hij wel gewoon in de Pokéball zitten. Ja, iets met komkommers. Dat klopt. Dat is echt heel apart. Dat moet je echt een keer proberen. Waarom komt hij zomaar uit deze Pokéball? Ik gooi er nog één en anders moet ik hem inderdaad toch nog iets verzwakken. Ik zou nu wegvagen totdat ik mijn Phenomenal Return maak. Laters. Tot ziens. Tot straks wellicht. Ja hoor, we hebben de Shroomish gewoon gevangen. Nice. Dan ga ik deze stream langzaam niet de stream afsluiten, maar deze game afsluiten. Ik ga wel hier een knipje maken, omdat ik alleen het Pokémon gedeelte op YouTube ga zetten. Dus alvast voor de YouTube-kijkers die er terugkijken, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En wil je bij de stream zijn volgende keer, kijk dan naar het linkje in de beschrijving van de YouTube-video. Dan gaan wij nu als streamers verder met PUBG. We moeten natuurlijk wel eerst nog onze Shroomish een naam geven. Dat dan weer wel. Noem hem Pudding. Kijk, Amanda die is er direct bij. En daar hou ik van. Die weet gelijk hoe ver het is. Een Pokémon moet een naam krijgen. Die zit gewoon klaar om die naam te gooien. Dus we noemen hem Pudding. Gewoon omdat zij rete snel was. Oké, eens even kijken. Pudding. Pudding. Zo. Hoppakee. Pudding. Noem hem Puist. Ja, sorry, het is al Pudding geworden. Helaas. Helaas. Goed, ik ga saven. Zo. Dit zijn de options. Oh, sorry jongens. Ik ga saven. Here we go. Bedankt voor het kijken, stelletje komkommers van me. Goed, ik heb gesaved. Dat betekent dat ik langzaam dit kan afsluiten. Me kan gaan focussen op het overzetten naar de PUBG game. Dus dat gaan we eventjes doen. Mensen, be right back. Ik zal even een leuk muziekje voor jullie opzetten. Dus even kijken wat het gaat worden. Eens even kijken wat voor moois ik in petto heb voor jullie.